Ik ben Margreet Boersma, lector Duurzaam Financieel Management aan de Hans Hogeschool. Duurzaamheid is dat we op korte en op lange termijn geen schade berokkenen aan de planeet, aan mensen en aan dieren. Je kan als individu natuurlijk prima bijdragen aan een duurzamere wereld. Het meest gangbare voorbeeld is natuurlijk de zonnepanelen op het dak. Daarmee bespaar je geld voor je eigen portemonnee en je draagt bij aan het reduceren van de CO2. Je kan bewuster nadenken over wat je eet. Schrijnend zijn natuurlijk de plofkippen en de varkens die in kleine hokken vet gemest worden. En een prachtig Gronings voorbeeld las ik onlangs is Annegien ten Have, die voor het eerst nu stallen heeft waar varkens kunnen leven met 2 sterren voor beter leven. Nou, het schijnt dat dat een unicum is. Je kan natuurlijk ook nadenken over hoe woon ik eigenlijk. Tiny houses zijn bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van hoe je meer in overeenstemming met de natuur kunt leven. En het zijn prachtige proeftuinen om op andere manieren te bouwen en energie te besparen. Een prachtig voorbeeld wat ik bijvoorbeeld heb gezien is een tiny house met zonnepanelen op het dak. En dat tiny house dat draait ook mee met de zon. Wat er natuurlijk speelt in Groningen qua duurzaamheid is het aardbevingsverhaal. Want wij dragen prachtige kleding, maar die kleding wordt bijvoorbeeld gemaakt in fabrieken in Bangladesh. En in 2013 is er gewoon nog een fabriek ingestort. Maar dat is zo ver weg dat we daar ons niet heel goed van bewust zijn. En deze aardbevingsproblematiek heeft ons zichtbaar gemaakt. Wat schade kan zijn door de activiteiten die wij uitvoeren met elkaar. Als individu kan je natuurlijk ontzettend veel acties ondernemen. Ten eerste denk ik van ga bij de volgende verkiezingen stemmen op een partij die echt die klimaatdoelen voorop stelt. Want dat hebben we echt nodig om een verschil te gaan maken. Minder lang douchen, de lampen altijd uitdoen, energielampen aanschaffen, zonnepanelen op je dak leggen. Genoeg mogelijkheden om ook zelf het verschil op lokaal niveau te maken. Nou, ik ben inderdaad van mening dat je als individu enorm het verschil kan maken. Maar we hebben de collectiviteit nodig om echt grote stappen met elkaar te maken. Ik bedoel, ik kan als individu niet zeggen dat de kolencentrale gesloten moet worden. Dat moeten we echt op landelijk niveau met elkaar beslissen. Ik kan wel korter gaan douchen, maar als mijn buurman dat niet doet, heeft mijn actie toch weinig zin. Het is van wezenlijk belang dat we bepaalde afspraken op collectief niveau gaan maken. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen zich bewust worden van de duurzame problemen die we hebben op deze aarde. En zelf heb ik nog wel eens het gevoel dat ik op een Titanic rondstap. Waar mensen genieten van een heerlijke maaltijd, genieten van mooie muziek, door strijkjes gespeeld. Maar ondertussen zijn er een aantal mensen zich zeer bewust van het gat wat in die Titanic zit. Ja, de mensen die voorvechters zijn van duurzaamheid staan te roepen in de eetzaal van jongens, dit gaat mis. Er zit een gat in die boot, maar we krijgen de mensen toch op een of andere manier nog net niet genoeg mee. Het bijzondere is dat bewustzijn toch op een of andere manier een schokeffect nodig heeft om echt te landen bij jezelf. En voor mij was het afgelopen zomer toch wel het kantelpunt. Het was fantastisch weer natuurlijk, we hebben een prachtige zomer gehad, maar zo niet Nederlands. Tuinen verschrompelden door de hitte. En voor mij is dat toch wel een enorme bewustwording geworden dat we echt hier met een klimaatprobleem te maken hebben. Ik hoop dat de foto's die hier getoond worden op de World Press tentoonstelling ook werkelijk gaan binnendringen bij de mensen. Zodat ze zich diepgaand bewust worden van de problemen die hier op aarde zijn.